Hallo, dit is Alianza van Alianza Gaming. En dit is mijn derde filmpje. En dit is niet gameplay, nee. Dit is een filmpje hoe je lag kan verminderen in Minecraft op een Mac. Zoals je kan zien heb ik niet een Windows computer, maar een Mac. En het liefst had ik zelf een Windows computer, maar ik had wegens omstandigheden niet kunnen kiezen welke computer ik wilde. Dus ik moet het hier maar mee doen. Alleen, wat ik weet van Mac is dat het niet is gemaakt voor gaming. En zeker niet voor Minecraft. Minecraft maakt zelfs snelle computers, die hebben soms lag. En een manier om dat tegen te gaan op een Mac, die niet zo super snel is, zoals die van mij, en je wilt toch goed gameplay filmen of spelen, dan is dit een filmpje voor jou. Dus, laten we meteen beginnen. Je moet zoeken in Finder naar je programma's en Minecraft. En dan doe je rechtermuis met toon pakketinhoud. Contents. En dan info.plist. Open met text editor. En dan maak ik het even groot. En dan zie je dit ongeveer. En dan scroll je naar beneden totdat je dit ziet. Key VMO options slash key string en dan XMS cijfertje, 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 XMX cijfertje, cijfertje, string. Dus dat betekent zeg maar hoeveel geheugen, RAM, dat is dus random access memory, dus hoeveel RAM je computer aan Minecraft zal geven. En hoe meer geheugen, dus RAM, aan Minecraft wordt gegeven, hoe minder lag, zo simpel is het. En dan moet je naar hier het appeltje gaan, over deze Mac. En dan staat er geheugen, dan staat er bij mij 2 gigabyte, want ik heb 2 gigabyte RAM geheugen. En je wil ongeveer 2 gigabyte of meer geven. Dus stel je 4 gigabyte RAM, zal je 4 geven als je met de minst lag wil spelen. Maar 2 gigabyte is prima voor gewoon Minecraft spelen. Zelfs met een HD texture pack. Maar normaal staat dit er niet. Normaal staat er 512. En 1024. Dit staat er als default. En dat wil je dus veranderen in 2048. 1 gigabyte is 124 MB. Deze M staat zeg maar voor MB. En 2 gigabyte is dus 2048 MB. En ik zet nog een schemaatje in de description van hoeveel MB, hoeveel gigabyte is. Zodat je niet hoeft te rekenen. Dat doe ik voor jullie. Dus dan doe je gewoon kruisje, bewaar. En dan sluit je het af. En om te checken of het heeft gewerkt, open je Minecraft. En ik ben nu een video aan het exporteren. Dus bij mij zou het nu niet werken. Ik zou gewoon lag hebben. Maar er is alsnog een manier om het te checken. Of het heeft gewerkt. Dus je start Minecraft op. En dan krijg je Mojang. Of Jollycraft. En ik zet wel even de default texture pack aan voor dit. Doe het even omdat ik met iets anders bezig ben. Het default texture pack. Op single player. En dan ga ik even in een creative world. Gewoon omdat het simpel is. Oké. Hier komt ook nog een filmpje over, maar niet nu. Zoals je kunt zien, nou, ik heb niet echt veel lag, maar de wereld laat een beetje langzaam. Maar de manier hoe je checkt is, je doet Fn, dus zit helemaal linksonder in je toetsenbord, Fn, F3. En dan klik je even E, en dan zie je hier, je kan inzoomen. Use memory 2% of 2043. En de allocated memory, dat is waar het nu om gaat, dat is bij mij 100%. En dat is dus 2043. Dat is dichtbij 48. Het is nooit precies, maar
Hieraan kan je zien dat het is gelukt. En ik heb veel minder lag dan dat ik normaal zou hebben onder het exporteren van de video en ook nog eens spelen. Dus dat was het wel zo'n beetje. En ik ga nu hier staan en ik sluit Minecraft af. En ik sluit het videootje af. Dus hopelijk vonden jullie het leuk, vooral handig en hebben jullie er wat aan gehad. En ik zet nog alle codes in de description. Dus hopelijk vonden jullie het leuk en hebben jullie wat geleerd. Net zoals op school. En dan zie ik jullie de volgende keer, want ik ga er weer vandoor.